Heren, dit is het laatste onderdeel van onze rondleiding door het onderzoekslaboratorium. Het is hier stikheet. Ja, dat is normaal, want voor ons onderzoek naar de Drosophila melanogaster, ook wel de bananenvlieg of de fruitvlieg genoemd, is een constante temperatuur van 29 à 30 graden Celsius vereist. Lekker zomers. Ja, lekker zomers, maar veel te warm. Uw vriend heeft nogthans gelijk, want de fruitvlieg die gedijt het best bij zomerse temperaturen. En de vrouwtjesfruitvlieg die legt het liefst haar eitjes in etensresten of overrijp fruit. Hoe ziet u eigenlijk het verschil tussen een vrouwtjesfruitvlieg en een mannetjesfruitvlieg? Het mannetjesfruitvliegje heeft een puntiger achterlijf. Waarom onderzoek je in hemelsnaam fruitvliegjes? Omdat fruitvliegjes machtig interessante beestjes zijn. Ze vertonen heel veel overeenkomsten met de mens. Wat een onzin! Igor, die man zal toch wel weten waar hij het over heeft? Ik vertoon helemaal geen gelijkenis met zo'n stom fruitvliegje. Nou, zeker wel, want het DNA van de fruitvlieg komt voor 3/4 overeen met dat van de mens. Zie je wel, Igor. Dus door fruitvliegjes te onderzoeken, leren we meer over de mens. En dat is het onderzoek dat we hier in ons laboratorium uitvoeren. Knap hoor. Wilt u dat niet doen, meneer? Want dat is nodig voor ons onderzoek. Hoezo? Onderzoek je ook bananen dan? Nee, maar bananen zijn een lokmiddel voor fruitvliegjes. Igor, leg die banaan onmiddellijk terug. Je hebt helemaal gelijk. Ik vertoon voor 3/4 gelijkenis met de fruitvlieg. Ik ben ook voor 3/4 dol op bananen. Huh?